Ik begin vrijdag met een sonate van Beethoven, opus 10 nummer 1. En daarna speelt Lucas de Pathetiek. Ja. Dan is het pauze en dan daarna speelt Radio Philharmonisch Orkest onder leiding van Jaap van Zweden een Beethoven symfonie. Vrijdag spelen we de twee sonates die we ook opgenomen hebben op cd laatst. En we hebben eigenlijk die sonates op cd gezet. Ten eerste omdat we met die sonates en de twee andere sonates die erop stonden, konden we een programma maken wat een mooi verband samen vormde. De betekenis van de stukken die we op cd hebben gezet is dat ze ten eerste waren het allemaal jonge werken van Beethoven. Het zijn werken die op vrij vroege leeftijd heeft geschreven. De werken die hij op wat oudere leeftijd heeft geschreven dragen toch ook een bepaalde lading die je bijvoorbeeld kan vinden in het feit dat hij misschien ongelukkig werd. En ik denk toch dat je ook een bepaalde levenservaring nodig hebt om je aan die stukken te wagen. En we voelden ons goed bij die stukken. Het zijn stukken die we voor ons doen, waar we veel ervaring mee hebben. Voor ons doen, want als Lang zegt voor zijn doen, dan betekent dat hij waarschijnlijk 200 concerten mee heeft gespeeld. En voor ons zijn dat er misschien net 15 of 10 of zo. Maar we voelden ons goed bij die stukken. En vooral ook nadat we ze nu hebben opgenomen op cd, zijn we er natuurlijk heel erg vertrouwd mee. En hebben we er ook voor gekozen om deze stukken nu op de Vrijdag van Vredenburg te spelen. Ons eerste grote concert ook met orkest en in een grote zaal was met Jaap en dat was in Vredenburg in Utrecht, in het oude gebouw nog. En dat was voor ons eigenlijk een heel groot ding. Het was een grote zaal, een echt concert, een dubbelconcert van Mozart met een hele grote dirigent en dat was Jaap van Zweden. Dus we zijn heel dankbaar dat Jaap ons heeft meegeschouwd op dat podium en ons die kans heeft gegeven om dat te doen. En daardoor hebben we toch wel, daar hebben we heel veel van geleerd ook. En daardoor hebben we daarna nog vele malen met hem gespeeld. Of ja, vele malen, een paar keer. Het speciale is natuurlijk dat we wat we doen, dat we dat allebei doen. En het komt niet vaak voor dat er vooral als er natuurlijk maar twee zijn in het gezin, want wij zijn de enige, dat die twee hetzelfde instrument kiezen in ons geval. En dat ook allebei, een beetje kunnen, zou ik maar zeggen. En tot zover het speciale, maar voor de rest zeggen ook heel mensen dat het... sommige mensen noemen ons wonderkinderen vanwege het feit dat we zo piano spelen zoals we doen. Maar dat is helemaal niet waar. Dat zou helemaal niet ter sprake moeten komen. En we zijn natuurlijk ook jong. Tenminste, we beginnen nog wel inderdaad. En dat is natuurlijk ook speciaal. Maar dat gaat er ook op een gegeven moment af. En dan is het helemaal niet meer zo bijzonder. Want we zijn niet meer jong, we zijn niet meer schattig. Dus dan moet het ook echt om de kwaliteit gaan. Ja, het leukste is gewoon piano spelen op zich. Dat zou ook altijd, dat moet ook altijd zo zijn. Op het moment dat er iets anders het leukste wordt, wat je krijgt door je carrière, en je daarvoor piano gaat spelen, dan hoef je het niet meer te doen. Want dan heeft het pianospelen zelf geen waarde meer. En dat is waarom je begint met pianospelen en zo zou je ook moeten eindigen.